Misschien heb je het gehoord. Overheid, jongens, is kankervies. Ja. Mensen wakker maken is verboden. Ja, CBR, grootste oplichter. Mensen zakken, maar je weet niet waarom ze zakken. Ja, ik help ze. Dan ben ik een crimineel. Ik probeer mensen duidelijker te maken. Al die merkkleding die in de winkels verkocht worden. Die hier in Turkije ingekocht worden voor 10 euro. En dat het in de winkels voor 100 euro of 200 euro verkocht wordt, is strafbaar. Ja, mensen wakker maken, want de overheid verdient daar dan niks mee, snap je? Ja. Dus nogmaals, er zijn medicijnen, maar ze geven het niet. Je wordt monddood gemaakt. De overheid is kankervies, jongens. Dat weten jullie donders goed. En onthoud dat ook. Politiemensen, die kankerviot, snap je? Je maakt me alleen maar bekender, snap je? Je maakt me alleen maar bekender. Ik ben 2 weken begonnen, snap je? Met mijn website. En het is offline gehaald. Huh? Je weet dat er heel veel geld in te verdienen in zit. Dat weten jullie ook donders goed, snap je? En je weet hoe slecht ik op de nieuws kom, snap je? Huh? Hoe meer ik geld binnenkrijg. Dat weten jullie ook. Maar ja, jullie zijn dom, snap je? Jullie zijn gewoon kankerdom. Maar ik zal dit jullie nooit vergeten, hè, overheid. Ik zal je dit nooit vergeten. Ja? Ja? Als Erdogan tegen mij zegt, snap je, maak ze af, dan maak ik jullie met plezier af. Snap je? Dan maak ik jullie met plezier af, snap je toch? Ja. Maar het gaat, ik zeg niks, maar het gaat komen. Snap je? Het gaat komen, snap je? Daarom begrijp ik waarom mensen zichzelf onop laten ploffen. Ja. Dat begrijp ik nu. Snap je? Als jullie zeggen, hoe kankervies zijn, snap je toch? Overheid is kankervies. Ja, ze gunnen geen Turk. Ze gunnen geen Surinamer. Ze gunnen geen enkele buitenlanders. Ja. 1, je moet homo zijn. Homo. En je kankerbek dicht houden. Ja. Mensen wakker maken mag niet. Ja. Dus daardoor, snap je toch, bestempelen ze mij als crimineel, snap je. Omdat ik mensen wakker maak. Fiat. Ik kom hard weer terug. En ik zal jullie 1 voor 1 straffen. Hard. Hard. En dat willen jullie. Snap je dat? Jullie hebben mij macht gegeven. En ik ga het ook afmaken. Je weet toch, net als Osama Bin Laden. Hè? Zo'n persoon ga ik worden. Zo'n persoon ga ik worden. Voor in Nederland. Nederland. Overheid. Jullie zullen met mij mee te maken hebben. Ja. Die haat wordt nog groter, snap je toch? Ja, deze baard. Hè? Strijden zijn klaar. Ik hoef alleen maar 1 seintje te geven. Ze nukken jullie allemaal, jullie kankermoeder. Snap je? Ja, ik krijg een seintje van boven me. Ja, en ik geef een seintje aan de strijders. Ze gaan jullie allemaal neuken, jongens. Allemaal neuken. Kankeroverheid. Genoeg geweest. Al die belastingen. Ja, mensen ziek maken. Snap je? Ja. Ja, nogmaals, mensen wakker maken is strafbaar. Strafbaar. Ja, overheid, de rechter heeft al je een straf al gegeven. Snap je? Voordat je je bek openmaakt. Ja, dat is de rechter. Snap je? Die kijkt naar je kankerlelijke gezicht. Maar, ik kom hard weer terug, jongens. Heel hard. Ja, heel hard ga ik weer terugkomen. Snap je? Ja, heel hard. En ik zal tot mijn dood jullie afmaken. Helemaal afmaken. Ja, helemaal afmaken. Ik zal jullie helemaal ruïneren, snap je toch? Helemaal ruïneren, snap je? Iedereen zal gewoon zeggen, Said, jij bent gewoon een strijder. Jij bent die persoon die zijn bek openmaakt. Ja, kanker, overheid. Kanker, fiot. Internationaal gezocht. Hey, ik zeg de waarheid, jongens. Jullie kunnen niet tegen de waarheid. Dat is het probleem. En jullie kunnen niet dat een Turk heel veel geld heeft gemaakt met dit. Snap je? Door schelden. Ja? Ach, jullie gaan zien. 1 voor 1. Ik hoef alleen maar een seintje te krijgen van ons president. Hè. Ik neuk jullie 1 voor 1. Snap je? 1 voor 1 neuk ik jullie.